Het is editie NL. Ze hebben vorige keer mijn filmpje uitgezonden. Daar wil ik ze heel even voor bedanken. Op mijn manier. Ik heb ingebroken in het netwerk van editie NL. Nu heb ik een live verbinding met de autocue. De autocue ziet er ongeveer zo uit. Dit is dus de tekst die nu live wordt voorgelezen vanaf de camera. Daar kan ik natuurlijk wel het leukste in doen. Live uitzending, kleine miljoen mensen die aan het kijken is. Ik ga hem nu iets sneller laten lopen. Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de Urkse visfraudezaak. 26 mensen en bedrijven zijn veroordeeld. De hoogste boete gaat naar de visafslag in Urk. Het bedrijf moet 130.000 euro betalen. Tussen 2002 en 2005 groeide de visafslag met de administratie om te verhullen dat er meer vis was gevangen dan toegestaan. De directeur van de afslag is veroordeeld tot een werkstraf van 150 euro. Geloof je niet? Ja, hebben we haast of zo? Ik zet mijn eigen tekst in. Dat heb ik net geschreven. De 25-jarige Max Cornelis. De Nobelprijs voor de techniek toegekend. Dank u. Deze briljante gast moet daadwerkelijk in ontvangst van mij, maar valt te betwijfelen, want hij heeft vanavond een date met Lieke, haakje start. Je neemt elkaar in de maling. Mijn welgewaardeerde collega Jeroen hier naast me is een leuke dude, maar zou je alsjeblieft... een keer op tijd willen komen op kantoor, kom op. Ja, sorry, ik heb dat niet bedacht, dat staat daar. Jongens, kom op. Hij is leuk. Even geen naam, laat ik u uitleggen, u begrijpt dat hier wat misgaat. Ik neem aan dat iemand beneden de redactie op onze autocue loopt te tikken. Terwijl, het mag wel een keer gezegd worden, het gaat vaker fout. Je kunt het vaak opvangen zoals wij doen, in dit geval niet. Wil diegene die er nu mee bezig is beneden de redactie alsjeblieft met zijn poten van de computer afblijven? Ja. Dan gaan wij door met de uitzending, Margreet. En gewoon ouderwet. Dat geloof je er niet. Dit is er niet te geloven.